5 minuten en 10. We hebben 18 seconden. 18 seconden. Einde van de tweede ronde, jongens. We hadden 18 seconden bij de tweede ronde gekregen. We hadden 18 seconden voor de voorgaande partij. En dat is staat die schoot. En de De 5 minuten 50 met Hugo Agnese aan het commando voor Hans Luijts. Nog 4 ronden, jongens, nog 4 ronden. Nog 4 ronden. We krijgen een drietal. We krijgen hier 209, 6 is Bruno Brammen, 77. We hebben 17 seconden. Met Jurgen Steine en Mario Verdeer. Nog 3 ronden, jongens, nog 3 ronden. Nog 3. We gaan hier naar een rondetijd van 5 minuten 35. Met Bruno Brammens aan het commando. Nog 2 ronden, jongens. Nog 2 ronden.
Nog twee ronden. Nog twee ronden, jongens. Nog twee ronden. Laatste ronde voor onze Volvo-wagen van de garage NV Vermand, Mechelen, Roemst en Bornem. Voilà, laatste ronde. Je moet zien dat ze het allemaal horen. Laatste ronde, jongens. Laatste ronde. Rondetijd in 5 minuten en 10. Laatste ronde. Laatste ronde. De baan vrijhouden. Opgepaste baan vrijhouden. Jimmy. Ah. Hoe is Jimmy? Jimmy. De eerste drie van elke categorie. De eerste drie van elke categorie. De eerste drie van elke categorie. Ja, doe maar. Geef hem een applaus, dames en heren. Dirk Verbinnen, winnaar in onze C-categorie en algemeen onze winnaar. Dirk Verbinnen, Dirk Massasprint. Spijt genoeg nog een hondpartij na het laatste. Ja, dat is het risico. Leg eens uit. Ja, inderdaad. Ja, de koers heel erg opgereden, dus het is moeilijk om te trekken. En ik heb wel een klein beetje geholpen van Massasprint. Hoeveel zou winnen? Achter. Voilà, op de tweede plaats krijgen we Patrick Verdon. En op de derde plaats krijgen we Philip Wouters. Voilà. Ja, een derde. Ja, goed. Voilà, het C-podium. Geef ze een applaus, dames en heren. Dirk Verbinnen, Patrick Verdon en Philip Wouters. Kijk op. En Patricia, Mark en Eddy. We gaan, als de dames. Ja. Nee. Ja, maar. Winnaar in het midden, Daniel van der Mieren, Daniel Proficiat. Daniel, hoeveel is de overwinning? De 12e. Voilà. De fles voor de tweede, Mark Pinkmans. En de fles voor de derde, Eddy Haast. En dan hebben we, ja, zet er maar bij. Geef ze een applaus, ons B-podium, Daniel van der Mieren, Mark Pietmans en Eddy Haast. Mensen van de E-categorie. Overwinnaar krijgen we Louis de Bakker, onze kampioen van België in de E-categorie. Ja, voilà. Voilà, Ludo Proficiat. Op tweede plaats krijgen we Walter Tiepont, Walter Pommerwij, de fles Kava. En op de derde plaats krijgen we Willy van Erk, Willy komt ook bij Ludo Proficiat. Hoeveel is de overwinning? De 20e. Voilà, ja, we zijn er al een heel wat. Voilà, zit er bij, zit er tussen, ja. Zeg, voilà, ik heb het er straks nog gezegd, dit t-shirt met 100 cijferen opgedraaid worden. Dan zien ze dat.